Bent u iemand die van moderne sprookjes houdt, met een beetje spanning en avontuur? Dan is dit het perfecte boek voor jou. Het gaat namelijk over het boek Stiefzus. Het gaat over de stiefzussen Isabel en Tavi en de zogezegde assenpoester Ella. Na een mislukte poging om in het glazen muiltje te passen door haar tenen af te snijden, voelt Isabel zich schuldig. Ze vraagt zich af hoe het allemaal zou kunnen lopen. Want vroeger waren zij en Ella goede vriendinnen, maar met verloop van tijd is dit echter anders verlopen. Nu leven de twee zussen samen met hun moeder in armoede in hun oude huis. Ze worden door de bevolking buitengesloten en uitgelachen. Op een nacht wordt hun huis in brand gestoken en kunnen ze nergens heen. Dankzij een oude vrouw genaamd Lot, die zich voordoet als Tantien, kunnen ze bij de buren logeren. Tantien is niet wie Isabel denkt dat ze is. Ze is namelijk een van de drie schikgodinnen die haar leven uitstippelt. Maar niet alleen Lot, maar ook Fortuin. Hij is daarentegen anders. Hij wil het uitgestippelde leven van Isabel veranderen en doet dit met behulp van Tanaquil. Tanaquil is een magische elfenkoningin die Isabel op een avond tegenkwam toen ze ongelukkig door het bos liep. Isabel vroeg zich af hoe ze zo mooi als Ella kon worden. Tanaquil wou haar hierbij helpen, maar ze moest het verdienen. Daarvoor moest ze de drie ontbrekende delen van haar hart terugvinden. Door deze zoektocht naar de drie ontbrekende delen van haar hart komt Isabel tot het besef dat schoonheid binnenin zit. Maar zal het haar lukken om alle ontbrekende delen terug te vinden en eindelijk weer gelukkig te zijn? Het boek is geschreven door Jennifer Donnelly. Zij is gekend voor haar romans. De verhalen die haar ouders haar vroeger vertelden inspireerden haar om haar eigen boeken te gaan schrijven. Maar voordat ze aan haar eigen boeken begon, was ze een verslaggever en copywriter. Het thema van het boek is vertrouwen, geluk en liefde. In het begin krijg je veel informatie over de verschillende personages die nog niet duidelijk zijn wie of wat ze zijn, maar eenmaal het verhaal bezig is, wordt het duidelijker en wil je steeds meer en meer gaan lezen.